Wedstrijd NEC gestaakt door voorwerp vanaf de tribune. Vierdaagse orkest alweer druk in repetitie. En op Zuid in Zetten krijgt er nog eens 80 woningen bij. Zaterdagavond speelde NEC de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Deze wedstrijd duurde maar liefst 18 minuten. Dit doordat in de 19e minuut de grensrechter geraakt werd door een plastic beker vanaf de tribune. De nieuwe regels van de KNVB schrijven dan voor dat de wedstrijd direct definitief gestaakt wordt. Een dieptepunt in het voetbal en zuur voor de supporters die meegereisd waren. Dinsdag mag de selectie wederom naar Groningen afreizen om de wedstrijd zonder publiek uit te spelen. En dat binnen 4 dagen. Dat zou ik normaal zelf niet zo plannen, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wat het is. En zijn de regels gevolgd de afgelopen zaterdag. En komt er dan uit dat we morgen weer spelen. Dus dan maken we ons klaar voor morgen. Ja, hoe ga je daarmee om eigenlijk? Zo'n ploeg, je focust je op je wedstrijd. Nou, die wordt dan gestaakt, dan moet je weer naar huis. En dan moet je na 3 dagen je weer opladen. Nou, ik vind dat je daar niet te veel over moet zeuren. Zo ga ik ermee om, hè. Want hoe meer je erover hebt, hoe groter het ook een item wordt, zeg maar. Dus daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. En uiteindelijk, na zaterdagavond, na 18 of 19 minuten, dan valt er ook een stuk concentratie weg. Hè. Dus dat is ook logisch. Gisteren waren we vrij, vandaag hebben we getraind en morgen moeten we er staan. Ja, het was toch een bijzonder moment daar zaterdagavond na die 18e minuut. Directeur Wilco van Schaik zat natuurlijk ook in het stadion. Wat dacht hij? Nou, ik zeg tegen Carlos, we gaan even naar binnen. Hij zei, dat kan wel eens heel lang worden, want de grens is geraakt. En daar staat dus een andere straf op. Dus ik had het niet eens door dat hij geraakt was. En ik denk, daar gaan we weer. Dat is toch wel heel teleurstellend voor het Nederlands voetbal. Ja, teleurstellend. Maar kun je erin vinden als algemeen directeur van een BVL? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Kijk, dit soort excessen in stadions moeten we uitroeien. We zijn veel te lang coulant geweest met z'n allen. Ik ben al 12 jaar werkzaam met voetbal, dus ik kijk ook mezelf aan. Met spreekkoren, discriminatie, het gooien van bier. Ja, je hebt natuurlijk nu wel kennis over de uitslagen van afgelopen weekend. En dat betekent dat als je die 3 punten pakt, je plek 8 staat. Nee, ja, dus dat is nog een voordeel uiteindelijk wat we aan het weekend hebben overgehouden. En je ziet gewoon dat veel ploegen het op dit moment lastig hebben, hè, die rondom plek 8 spelen. De uitslagen zijn gunstig voor ons, mits je zelf wint. En dat is dan ook het allerbelangrijkste wat we morgen doen en hoe. En met mooi voetbal zou mooi zijn, maar we moeten gewoon winnen. En iets waar je niet over druk hoeft te maken is de opstelling, want die moet hetzelfde zijn. Ja, dat is wel makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar uiteindelijk... volgens mij alleen bij ziek of blessure kun je iemand wisselen. Nou, dat hoeft niet, want iedereen is fit. Die zaterdag geëindigd is, dus we starten met hetzelfde. Ja, en dan hebben we weer lege stadions. Ik dacht dat we die eindelijk eens een keer achter ons hadden gelaten. Ja, nee, dat is ook een bijkomstigheid. Hè. Op een gek tijdstip, dinsdagmiddag 3 uur in een leeg stadion. Alleen, wat ik net ook probeerde te zeggen, daar mogen we ons niet door laten afleiden. En al die randzaken, dat zou allemaal vervelend kunnen zijn of lastig. Maar morgen staan we daar, dus moeten we maximaal leveren. De Vierdaagse lijkt misschien nog ver weg, maar op veel gebieden zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo ook op muzikaal gebied. Jaarlijks staat het Vierdaagse Orkest op diverse locaties langs de route. Maar voor zo'n repertoire moet natuurlijk flink geoefend worden. Op zondagochtend galmen de klanken van het gezelschap door de Schouwburg in Kuik. Sinds een aantal weken komen de muzikanten van het Vierdaagse Orkest wekelijks bij elkaar om te repeteren. En dat gaat steeds beter. Alles natuurlijk met maar één doel. Tijdens de Vierdaagse de Sterren van de Hemel spelen. Het is een gemêleerd gezelschap dat speciaal voor de Vierdaagse op projectbasis bij elkaar is. Men is zo ontzettend enthousiast, want het is een projectorkest zoals we dat noemen. We beginnen op 1 maart en we eindigen aan het eind van de Vierdaagse week. En het zit hier bijna iedere zondagmorgen helemaal vol. En de sfeer is altijd geweldig.
We leven natuurlijk mee op het succes van het hele vierdaags gebeuren in Nijmegen. We hebben een soort van een proppersconcert, om zo maar te zeggen. Dus vooral heel veel populaire muziek. Musical muziek hebben we. En dat is een redelijk avondvullend programma. De muzikanten bij elkaar vormen samen een uniek gezelschap. Het leuke is dat het een hele enthousiaste groep is. En ze komen uit de hele regio. Ze spelen een aardig stukje muziek. En het is heel leuk om vanuit dit enthousiasme in de zomeravond buiten, vaak voor een volop plein, een mooi concert te geven. 1, 2 en... Ik denk dat we het enige orkest zijn dat in die week, en dat is bijna half Nederlanders al op vakantie, dat is altijd in het begin van de grote vakantie, dat we dan nog met een heel harmonieorkest bij elkaar zijn en de optredens verzorgen. De toewijding aan het orkest wordt zeer op prijs gesteld. Ik ben dan al wat meer op leeftijd. Er zitten heel veel jeugdigen bij in het orkest. En dan ochtends hier, 's morgens om 10 uur, zo geconcentreerd bezig te kunnen zijn. Nou, dat is ook al heel uniek. Maar uiteindelijk hoeft er maar één iemand echt tevreden te zijn. Als ik tevreden ben, zijn de mensen ook tevreden. Maar meestal is iedereen zeer content na de hele feestweek, zeg maar. Zometeen in het RN7 regionieuws. Slangen, schildpadden, chameleons en nog veel meer reptielen kwamen zondag bijeen tijdens de internationale reptielenbeurs in Nijmegen. Zometeen de beelden. Het dorp Zetten krijgt er 80 woningen bij. Deze zullen een aanvulling vormen op het woningbouwplan op Zuid tussen de Stationstraat en de Wageningse Straat. 30% van deze woningen zal sociale huur worden, de rest worden koopwoningen. De meerderheid van die koopwoningen beginnen bij een prijs vanaf €310.000. De bouw zal naar verwachting in 2024 van start gaan. Het laatste stuk fietspad van de Ravensteinseweg in Niftrik naar de Maaspandijk gaat er eindelijk komen. De gemeente Wijchen kan aan de slag, omdat aanwonenden hun grond toch willen verkopen. Toch zal het nog even duren voor het fietspad er ligt, vanwege diverse obstakels. RN7-presentatrice Pleun van Kerkhof is toegelaten tot de Q Music Academy, het opleidingstraject van het gelijknamige radiostation. Na een strenge selectie uit honderden aanmeldingen behoort ze tot de 9 kandidaten die de opleiding mogen volgen. De komende tijd zal Pleun gedurende 5 vrijdagen en 5 zaterdagen worden klaargestroomd voor het maken van radio en podcast. Met de Q Music Academy wil het radiostation jaarlijks nieuwe talenten aantrekken. Slangen, schildpadden, chameleons en nog veel meer reptielen kwamen zondag bijeen tijdens de internationale reptielenbeurs in Nijmegen. Iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van kruipdieren, zoals reptielen ook wel worden genoemd, kon informatie inwinnen of zelfs een diertje aanschaffen. Het is vandaag de reptielenbeurs hier in Nijmegen en reptielen kweken, vooral slangen kweken, is mijn beroep. Dus ik sta hier om en mensen informatie te geven over slangen, maar ook om ze te verkopen. Ja, kun je er eentje uitlichten die je zelf bijzonder vindt? Ik vind ze allemaal natuurlijk wel leuk, maar dit is wel een hele mooie, vind ik zelf. Dit zijn rode rattenslangen, ook wel korenslang genoemd. En het leuke daarvan is dat je heel veel verschillende kleurtjes en patroontjes hebt. Dus deze is verre van rood, dus de naam rode rattenslang klinkt een beetje raar. Maar... Het komt dus omdat het eigenlijk verschillende kleurslagen zijn die je met elkaar kunt combineren. Het was druk zondagmiddag in de Jan Massinkhal tijdens de 2e editie van Rexpo. Reptielenliefhebbers uit binnen- en buitenland kwamen naar de beurs om kruipdieren te tonen en te verkopen. Ja, je kan of de wereld leren kennen of je bent er wel bekender en je wilt een bepaald, je zoekt een bepaald diertje, ja, dan is dat mogelijk hier zo. Daisy Walstok uit Limburg is een reptielenkweker. Thuis heeft ze 372 reptielen. Zo, dat is een hoop. Waar bewaar je dat allemaal? Ja, dat zit allemaal netjes in terrariums. Wij houden ook niks in reks. Dus we hebben wel een heel groot huis. We wonen in Limburg, dus daar heb je nog grote huizen. Alle ruimtes staan vol. Wat vind je nou leuk aan reptielen? Ja, wat is er niet leuk aan? Het is net iets wat niemand anders heeft.
ieder dier is weer apart, maar ja, dat heb je dan wel bij alle dieren. Maar ja, exotische dieren, dat heeft toch niet iedereen. Het wordt vaak in een kwaad daglicht gezet, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Het zijn dieren die heel makkelijk in gevangenschap te houden zijn. Alles is makkelijk en natuurlijk aan te passen. Mocht u zelf nu ook van plan zijn om een reptiel aan te schaffen, dan heeft Daisy nog wel een tip. Als mensen zeggen van nou, ik heb heel veel ruimte en het maakt mij niet uit wat de stookkosten zijn. Nou, ga voor een sulcata. Dit kun je nog een jaar of twee kun je dat in een terrarium houden. Daarna moet je eigenlijk een tuinhuis gaan ombouwen wat geïsoleerd is en wat zomer en winter verwarmd wordt op minimaal 26 graden en nog warmer. Dus je moet er gewoon echt ruimte en geld voor hebben. En de meest gestelde vraag bij aanschaf van een dier? Of ze dode insecten eten, want de meeste mensen zijn bang voor insecten. Oh. Maar eten ze dat? Nee, want iets wat niet beweegt is niet interessant. Ja, en dan kijken we weer even naar de sociale media. Politie over Betuwe mailt op Instagram dat er in Elst afgelopen nacht meerdere spiegels van auto's zijn afgehaald in de wijk Westeraam. Ze zijn op zoek naar getuigen en vragen hen zich te melden. Aan mensen wie dit ook is overkomen, wordt gevraagd aangifte te doen. Ja, we blijven nog even bij de politie over Betuwe, want zij vragen ook aandacht voor de man op deze foto. Hij zou verdacht worden van oplichting en de politie is naar hem op zoek. Als je deze man hebt gezien of herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. En magazine Fox meldt dat Nijmeegse studenten in gesprek willen over een inclusieve omkleedruimte in het sportcentrum. Zo'n kleedkamer is vooral fijn voor mensen die niet in een genderhokje passen. Als het aan de studentendenktank ligt, gaat zo'n genderneutrale kleedkamer er ook komen. Een kasteel op een boot met een pony op het dek. De middeleeuwse kasteelboot is weer terug in de Nijmeegse Waalhaven. Leuk om eens te bezoeken in de meivakantie, maar waar is die boot nou eigenlijk voor bedoeld? Waarom is die boot nou eigenlijk gemaakt? Dat is bedoeld, nou, ten eerste voor mij dus, om erop te leven dan. Hè. De mensen daarvan kunnen, ja, dat ook mee kunnen krijgen, hè, en dat ze dus... Hopelijk dan binnen kunnen komen, dus, hè, om dat van binnen te zien dan. Hè. Op de boot kan je zien hoe mensen vroeger leefden. Ook zijn er opgezette dieren, harnassen en verschillende wapens te zien. Kort te maken, dat is mijn kinderdroom dus. Hè. Ik ben als kind al, was ik al gek van ridders. Hè. En dan moest ik ook iets bijzonders als ridder dus. Hè. En dan wou ik naar de mensen toe, maar niet zomaar dan. Hè. Dan wil ik zo doen, heb ik gedacht van een kasteel op land, dat is dan niets. Dus, hè, want dan moeten de mensen naar mij toe komen, maar ik moet de mensen dienen dan. Hè. Dus zodoende heb ik gedacht van dan bouw ik een kasteel op een vlot. Maar het is een schip geworden, dus hè, vandaar de naam Vlotburg. Ja, dat is mijn droom in een wereld dus. Hè. En ja, om als ridder te leven, en het is heel belangrijk natuurlijk dat als ridder dat je heel wat bijzonders dus hebt. Hè. En om zo'n bijzonder iets, ja, dat creëer je niet zomaar dus. Hè. Vandaar dat ik het zelf moest bouwen dus. Hè. Wat maakt die boot nou zo bijzonder? Ja, je maakt iedere keer wat mee dus, hè. Ja, en wat er heel bijzonder is wat je meemaakt. Ja, de bouw ervan is heel bijzonder dus, hè. Want ik heb hele oude balken van 600, 700 jaar oud die ik erin verwerkt heb natuurlijk dan. Hè. Dus, zo'n 60 ton dus aan hout en zo dan, hè. Dus ja, en dat is daar natuurlijk heel bijzonder om dat allemaal zo te creëren als mijn droom dat aangaf dan, hè. Het is koud en nat, zeker in verhouding tot de norm van deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het nu zo'n 16 graden, maar vandaag kwamen we maar nauwelijks boven de 10 graden uit. De vele plensbuien maakt het ook niet veel beter. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 2. En dat betekent dat plaatselijk aan de grond nog iets kan vriezen. Morgen start de dag nog met een enkele bui, maar in de middag is het overwegend zonnig. De dagen erna blijft het steeds vaker droog, maar is het wel fris. In de nacht naar woensdag gaat het zelfs licht vriezen. Overdag wordt het slechts 10 graden en op Koningsdag droog, zonnige periode en een graad of 13.
En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Graag tot morgen!